Kan jij de video liken met je pink? Ik daag je uit. Vandaag checken wij Brookhaven mythes om te kijken of ze waar zijn of toch niet. De eerste. Als je op de knop drukt bij de fontein, word je onzichtbaar. Wacht, dus dat is een knop? Oké. Nee, dat is een mythe. De volgende. Je kan veranderen in Mr. Brookhaven. Allereerst moet je dan op dit papiertje drukken. Hier in de bibliotheek naar boven gaan en het boek pakken. Als dit werkt, ga ik echt uit mijn dak. En dan als laatste zouden we hier naar binnen moeten gaan. Het boek moeten pakken en hier tegenaan moeten houden. Oké. En dan moeten we tegen Mr. Brookhaven aangestaan als die daar spant. En dan zouden wij er dus in veranderen. Daar gaan we. Ik zie hem. Perfect. Ik sta er. Wacht, wat? Dat meen je niet. Wij zijn Mr. Brookhaven. Maar ik heb het gedaan. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb deze skin voor de video gemaakt. Dit is dus een mythe. Maar ik heb het gedaan omdat ik het zo gaaf zou vinden als dit echt was. Ik bedoel, we zijn op dit moment gewoon de baas van heel Brookhaven. En geloof het of niet, maar deze is misschien nog wel beter. Het is mogelijk om te werken bij de agency. Hoe dit zou werken is, je moet in de bunker staan. Het liefst in het midden van de bunker. En dan druk je op dit icoontje. En dan kun je daar, als het goed is, het beroep agency vinden. We hebben ijs, gamer, burgemeester zelfs. Gaan we nog meer naar beneden. Dan hebben we hier postbezorger, fitness trainer. We hebben zelfs tandarts, bibliotheek. Agency gaat er toch niet tussen staan. Ik geloof er niks van. Een agency. No way. En als we daar dan op klikken. Wacht, wat? Ik werk letterlijk bij de agency. En als je er dan weer op klikt, het is zo gaaf. Dit is de eerste keer dat ik officieel in deze bunker mag zijn. Maar ik weet het niet. Wil ik bij de agency horen? Laat in de reacties weten. Welk van al deze beroepen zou jij kiezen? Student, bank, acteur. En nu we hier toch zijn. Eerst ben ik weer even mezelf. De volgende is, er zit een geheime kamer hier bij het benzinestation. Volgens mij kan ik me er nog iets van herinneren. Was dat niet hierachter? Ja, dat is dus geen mythe. En dat is echt waar. Soms vraag ik me echt af waarvoor ze deze geheime kamers maken. Wat moet je hier nou weer doen? Ach ja, zie het zo. Als je één stap naar buiten zet, kun je dit openen en een lekker drankje drinken. De volgende klinkt een beetje raar, maar je zou in een auto kunnen rijden zonder de wielen. Oké, wacht even. Ik bedoel, het is Brookhaven. Het is niet altijd realistisch. Het eerste wat we dus doen, is dit wiel weg en een voorste wiel weg. Oké, kijk, nu hebben we nog we hebben nu nog twee wielen over. Dan doen we het achterste wiel ook weg. Oh, wacht even. We zijn nu wel aan het rijden met één wiel. Wacht, wat? En dan doen we het voorste wiel weg. Ah, ik ben aan het drukken, maar het werkt niet. Je kunt niet rijden zonder wielen. Ook niet in Brookhaven. Het lijkt wel alsof daar een onzichtbare auto staat. Voor de volgende mythe gaan we naar de daycare. Je kan namelijk iemand adopteren terwijl er geen spelers online zijn. Je zou dan dus in de daycare moeten staan. En dan kan je op dit icoontje drukken en dan hierop. No way. En dan kan je dus gewoon, dan kan je gewoon iemand adopteren. Oké, dat is wel echt superleuk. Het lijkt nu wel alsof ik achterna word gezeten. De volgende, je kan naar de toekomst reizen. Ik moet eerlijk zijn, hier heb je wel premium voor nodig. Maar is deze mythe überhaupt echt? Daarvoor zou je weer op dit icoontje moeten drukken, dan op het verfemmertje en dan op de derde. No way, moet je dit zien? Er zijn allemaal mega gebouwen bijgekomen. En alles glimt. Wow, Brooks Dinner. Het hotel, vliegveld. En kijk naar al die wolkenkrabbers. En deze mythe brengt nog een mythe met zich mee. Je kan de hoge gebouwen in. Besef hoeveel extra kamers dat zouden zijn. Maar om dat te kunnen checken, moeten we er natuurlijk eerst naartoe. Oké, weet je wat ik doe? Ik ga er gewoon boven hangen. En dan probeer ik zelf gewoon op het dak te landen. Het landen kan beginnen. Wat denken jullie? Laat het alvast weten. Kunnen we deze gebouwen ook echt in? Of staan ze er alleen voor de sier? Als we er echt in zouden kunnen, dan zou de helikopter dus nu op het dak gaan staan. Oh, dit is echt super spannend. 3, 2, 1. Nee! Oh. Oké, dus deze gebouwen staan er letterlijk alleen maar voor de sier. Oeh, maar het lijkt wel alsof ik er een soort van in zit. Maar wat vinden jullie van de toekomst in Brookhaven? Hoop je dat het er zo gaat uitzien? De volgende is best wel vreemd, maar je kan onder water wonen. Dat is de mythe. Nou, we vinken het huisje aan. Dan zouden we dus nu onder water moeten en daar het huisje moeten neerzetten. Werkt dat? No way. En een slaapzak? Ik bedoel, in een huisje hoort een bed. Parkeren we er nog even een auto naast? Moet je dit zien. We wonen nu letterlijk onder water. En we kunnen er zelfs een dutje doen. Dus deze mythe is waar. En we blijven nog even bij het zwembad. Want de volgende mythe is, vuur gaat niet uit onder water. Wat? Dat slaat toch nergens op? Oké, we gaan het proberen. We zitten natuurlijk onder water nu. Dan plaatsen we hier het vuurtje en logica is niet in dit huisje aanwezig. Maar wacht, dat brengt mij ineens op het idee. Zou je dan ook van die lampen hier kunnen neerzetten? En zo ja, zou je die dan ook echt zien? Wow, dat is zo gaaf. Het is nu letterlijk een feestzwembad. De volgende, je kan je naam veranderen. Daarvoor zou je weer op dit poppetje moeten drukken. En dan hier op naam, meneer Poepjes. Dan kun je hem nog een kleur geven. Oh my gosh, het kan. En ik weet niet of ik daar blij mee ben. Oh, maar dat is wel heel handig. Want stel voor, er zijn mensen die dezelfde skin hebben. Dan kan je dus gewoon een naam invoeren. Abonneer. Zelfs dat werkt. De volgende mythe heeft te maken met de kledingwinkel. Als je hier naar binnen loopt en je zou op de shirts of op de broeken klikken, dan zou je die gelijk aantrekken. Oké, laten we dat proberen. Ik klik op het shirt.
Wacht, wat? En ik klik op de broek. Dat meen je niet. Dat is zo handig. En best wel realistisch. Als je koffie stilt uit Starbucks koffie, gaat er een alarm af. Oké, ik ben benieuwd. We pakken de roze koffie, die drinken we. Nee, er gaat geen alarm af. Maar ik hou niet zo van koffie. Tot nu toe is het een beetje 50-50. Sommige mythes zijn echt. Andere staan gewoon ergens op. Oké, misschien heb ik nu toch de manier gevonden om echt onzichtbaar te worden. Ik heb net namelijk op één knop gedrukt. Maar ik lees dat er dus meerdere knoppen zijn. En die moet je allemaal indrukken binnen een minuut. Oké, daar gaan we. Ik heb op de eerste gedrukt. Ik heb op de tweede gedrukt. Ik heb op de derde gedrukt. Ik heb op de vierde gedrukt. En dan moeten we ergens gaan staan. Worden we dan onzichtbaar? No way, wat? Maar het was niet echt. Hier weer zo'n hele rare. Als je alle emotes, oh dat zijn er echt mega veel, achter elkaar doet, krijg je een gouden trofee. Oké, ik ga ze allemaal doen. Maar het kan zijn dat ik dit even versnel. Want oh my gosh, wat zijn er veel emotes tegenwoordig. Maar wat, ik kan ze best wel heel snel achter elkaar aanklikken. We zijn nu hier. Oh my gosh, het zijn er zoveel. Oké, wacht, ik ben er echt bijna nu. Ik wil geen tijd verspillen, dus ik ben heel snel. Deze. Oh, nu krijgen we alle dansjes. Dat zijn de laatste volgens mij, toch de dansjes. Oh, ik ben zo van het klikken. Ik heb pijn aan mijn wijsvinger. En nu dans 22. Nee. Ik heb geen trofee, maar nog wel mijn koffie. Soms denk ik echt dat mensen deze mythes bedenken om gewoon de tijd te verspillen van andere spelers. Voor de volgende hebben we een huis nodig en het maakt niet eens uit welke. Je zou namelijk in een UFO kunnen vliegen. Je weet wel, zo'n buitenaards ding. Wat je daarvoor moet doen, is je moet via de disaster pack Alien aanvinken. Nou, misschien is het je al bekend dat er dan een UFO spant, maar kun je daar ook echt in? Daarvoor gaan we naar boven bij het politiebureau. De helikopter in. Je ziet de UFO vanaf hier. En dan gaan we dus richting de UFO toe. Maar de kunst is dus dat we er perfect boven moeten hangen wanneer we de helikopter uitspringen. Ik viel er duidelijk doorheen. Oké, maar dit is ook wel een hele grappige. Je kan jezelf bannen uit je eigen huis. Oké, hoe werkt dat nou weer? Normaal als je iemand wil bannen, moet je op diegene klikken. Ik klik op mezelf, maar er gebeurt niks. Nou ja, er is wel een manier om jezelf te bannen uit het huis. Namelijk door het huis gewoon weg te doen. Maar ja, telt dat? Ik vind van niet. Oké, dit is een beetje een spannende. Je zou namelijk een spook kunnen filmen. Daarvoor moet je alle lichten uitdoen. Wacht even, dit licht ook uit. Hier nog iets. Ja, hier ook uit. Dan mag alleen de open haard aanstaan. TV moet ook uit zijn. Nou, dan pakken we de camera erbij. En dan moeten we slapen. Dat doe ik gewoon lekker op de bank. Oké. Volgens mij hoor ik wel wat. Ik ben om me heen aan het kijken. Oh, oh. Oh, oh. Wow, we hebben een spook gefilmd. Wat? Oké, natuurlijk heb ik dat spook gewoon zelf ingespant. Dat is waar. Maar het is wel gelukt om te filmen. De volgende is best wel random. Je kan niet zitten op de duikplank. Oké, wacht. We staan nu op de duikplank. Super chill. Maar dan pakken we dus nu de sit-emote. Maar het zou dus niet mogelijk moeten zijn om erop te zitten. Nou ja, het lijkt te lukken. En wat als ik nu ineens ga liggen dan? Oh, wow. Wacht, kan ik er weer op landen? Dat zou zo nice zijn. Kom op. Nee, dit is ook weer een hele rare. Als je 3 backflips doet op het puntje van de fontein. Oh, ik sta er. Krijg je admin commands. Admin commands betekent dat je kan vliegen, spelers kan bannen. Je bent eigenlijk de baas in het spel. Oké, ik ga hier goed staan, dat ik er niet afval. Oké, daar gaan we. Backflip 1. Backflip 2. Backflip 3. Wat een onzin. De volgende ben ik echt heel benieuwd naar. Als je in een privé-server zit, kan je 2 huizen tegelijk nemen. Nou, ik zit toevallig in een privé-server. En dat zou dus betekenen dat als we nu een huis kiezen, bijvoorbeeld nummer 11, dat we zowel nummer 11 als nummer 16 kunnen nemen. Oké, laten we eerst even voor nummer 11 een huis kiezen. Doen we gewoon deze, maakt niet zoveel uit. Wachten we even tot die is opgebouwd. Nee, maar dat zou zo gaaf zijn. Kom op. Oké, dit huis is af. En dan zouden we dus nu naar nummer 16 gaan en erop klikken. Je hebt al een huis. Nee! Maar de laatste mythe is voor jullie om te beantwoorden. Is die waar of niet waar? En de mythe luidt, er zit een geheime gang in het zwembad die jou naar de bank kan leiden. Denk jij dat die waar is? Reageer dan ja. Denk je dat die niet waar is? Reageer dan nee. En vergeet niet te abonneren om geen enkel Brookhaven geheim te missen. Adios.